Er gaan veel verhalen rond over het incident tussen Joost Klein en de Zweedse cameravrouw. Er wordt gezegd dat hij de camera stuk zou hebben gemaakt, andere verhalen zeggen dat hij alleen een slaande beweging heeft gemaakt, en zo kunnen we nog wel eventjes doorgaan. Het incident moet in ieder geval, zodanig heftig, zijn geweest, dat het heeft gezorgd voor een disqualificatie in de grote finale van het Eurovisiesomfestival. Het nieuws en de naam Joost Klein zijn inmiddels wereldnieuws geworden. We zien overal dat zelfs mensen uit Canada en de Verenigde Staten er lucht van hebben gekregen, terwijl zij helemaal niks te maken hebben met het Eurovisiesomfestival. In Zweden staan de kranten er ook nog steeds helemaal vol mee, door bijvoorbeeld het blad Aftonblader, een van de populairste kranten van Zweden, publiceert voortdurend de laatste updates. Bij Shownews zijn ze een gesprek aangegaan met een journalist van de krant, Torbjörn Eck. Onze bronnen vertellen dat Joost tijdens zijn politieverhoor verteld heeft dat hij gestrest was van alle fotografen en dat hij wilde dat ze stopten met filmen, vertelt de journalist. En dat volgens hem en de politie, hij vond dat ze te dichtbij kwamen. Dat dat hem irriteerde, daarna zijn arm omhoog deed en met zijn vuist een slaande beweging richting deze fotograaf maakte. Uit betrouwbare bron zou de journalist ook vernomen hebben dat Joost erg agressief moet zijn geweest en dat hij gewelddadig optrad. Dit is echter niet hetzelfde als fysiek geweld. Joost zag de bui waarschijnlijk direct al hangen, want die heeft van de organisatie van het Eurovisie Songfestival echt wel wat regels opgelegd gekregen. Hij had namelijk direct spijt van zijn actie. Het spijt me, het spijt me, zou hij meermaals hebben gezegd. Er werd al naar buiten gebracht dat Joost mogelijk vervolgd zou gaan worden voor zijn actie, maar dat lijkt ons een beetje overdreven. Het onderzoek is in ieder geval versneld uitgevoerd, en het ligt nu bij het Openbaar Ministerie.